Heren, wat komen jullie hier doen vandaag? Erik vooral gaat komen signeren en als baas van Erik mag ik erbij zijn. Is dat zo, Erik? Voor een keer mag het eens omgedraaid zijn. Hè. Dat ik de honneurs waarneem. Hè. Ja, is voor te lachen natuurlijk. We komen hier alle twee onze fans weer gelukkig maken. Hè. Gelijk dat we altijd doen. En onze fans die zijn ons wel dierbaar. Hè. Absoluut, ja. Absoluut. Zonder hen is er geen buurtpolitie, sowieso. En ik zie dat ze al in een lange rij staan te wachten. Hoe gaat het met de buurtpolitie? Want jullie starten aan een nieuw seizoen, heb ik gelezen. Ik dacht dat het gisteren de eerste draaidag was van het nieuwe jaargang. Nieuwe jaargang 13 al. Dus ja, leuk. Maar is 13 geen ongeluksgetal? In ons geval niet. In ons geval zeker niet. Nee. 13 is de opgang naar 14. Voilà. Dus niet te veel zeggen. De commissaris heeft voor alles een uitleg. Hè? Ja, absoluut. Daarom is hij mijn commissaris. Hè. Dat heb ik dus niet. Hè. Ik kan niet alles uitleggen. Hij kan dat beter dan ik. Wat komen jullie vandaag signeren? Precies, wat komen jullie signeren? Wij komen het nieuwe spel. Het splinternieuwe spel over de buurtpolitie signeren. En natuurlijk ook de strip. De strip en ik zie ook dvd's liggen. Dus wij signeren alles wat ze ons voorleggen. Als het maar met de buurtpolitie te maken heeft. En dat spel, heb je het al gespeeld? Nog niet. Nee. Het is nog ontdekken met de kleinkindjes. Maar dat gaan we zeker doen. Maar voilà, hier staat het al klaar. Dus ik zou zeggen, aanschaffen.